De agrarische sector in Suriname heeft een nieuw beleid nodig om de vele subsectoren tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor heeft professor Lydia Ory een actieplan voor de ontwikkeling van de agrarische sector gepresenteerd. Ory sprak gisteravond de Dies Irae uit tijdens de 54ste Dies Natalis in de Centrumkerk, de aula van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De Dies Irae wordt uitgesproken ter gelegenheid van de geboortedag Dies Natalis van de universiteit. Professor Ory ging in op het belang van de agrarische productie en haar bijdrage aan de nationale ontwikkeling van Suriname. Ory haalde aan dat het actieplan welke opgesteld is, aansluit bij de beleidsdoelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het plan is daarnaast gebaseerd op het realiseren van de agrarische productie met het oog op herstel van de economie. Om dit te bewerkstelligen zal de overheid moeten werken aan het aanscherpen van beleid voor bepaalde subsectoren. We denken bijvoorbeeld aan zeevisserijbeleid. De beleid is outdated en we moeten toch wel gaan kijken hoe gaan we overbevissing beter maken, want op dit ogenblik is het zo dat wetenschappers al weten dat sommige van onze vissen al in extinct dreigen te gaan. Een goed voorbeeld is die dagovisie, ook wel bekend als die trivis. Er wordt nu veel minder gevangen. Er zou beleid ontwikkeld kunnen worden om 1% van het bbp van Suriname opzij te zetten voor agrarisch onderzoek. Dus dit beleid moet snel komen, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar een sustainable, een duurzame land-agrarische sector. Bij het maken van beleid en bij het tegengaan van de uitdagingen in de agrarische sector moet er volgens Ory ook stilgestaan worden bij klimaatverandering. Ze wijst erop dat klimaatverandering één van de uitdagingen is in de agrarische sector van Suriname. Ory staat erop dat er steun geboden wordt aan boeren en gemeenschappen om de klimaatcrisis te overbruggen. Door het oprichten van een commissie klimaatverandering om ervoor te zorgen dat alle relevante instituten bijdragen aan klimaatslimme agrarische projecten. Bewustwordingscampagnes en trainings verzorgen aan boeren om adoptie van agrarische technieken die ecologische duurzaamheid ondersteunen. De Dies Irae behandelt altijd een onderwerp dat van wetenschappelijk en maatschappelijk belang is.